Welkom bij weer een nieuwe shoplog van de Jumbo. Ik heb weer online mijn boodschappen gedaan, zoals eigenlijk elke week bij de Jumbo. En ik heb weer een weekmenu, soort van samengesteld. Kijk snel verder wat ik allemaal heb gekocht deze week en wat wij gaan eten deze week. En we gaan van start met de diepvries- en koelkastproducten. Heel veel diepvries dit keer. Ik heb hier een pakje bladerdeeg. Is voor een recept van Project Gezond trouwens. Ik heb hier karamelcornetto's. Ovenfrietjes, roomijsjes en dat zijn van die bekertjes. Wat we de laatste tijd steeds doen is een heel klein beetje Carver Sevitan, bijvoorbeeld frambozen smaak erop. En dat is echt een super goede combi. Twee keer Magnum Minis. Ik dacht eerst dat ik er eentje had, maar het zijn er toch twee. Dat zal helemaal niet erg zijn, denk ik. Ik heb hier mini twisters. Aardbeien smaak en nou ja, er staat fruit juice, zitten er 8 in. Die heb ik nog nooit gegeten, dus even testen of die lekker zijn. Twee keer Big American Texas smaak. Ik heb hier iced tea ijsjes, green iced tea ijsjes. Dus ik ben benieuwd of dat ook lekker is. Poffertjes, fish sticks, zandfilet. Ik heb hier van die kinderkwark toetjes, danoontjes. Een nasi groentepakket, want we gaan nasi eten van de week. IJsbergsla, een bos uitje. Pepersalami, kipfilet en gegrilde kipfilet. En de volgende lading staat ook weer klaar. Ik heb hier 2 liter halfvolle melk. Flaflip met chocolade en vanillevla. Flaflip frambozen smaak. Ik heb hier Lay's barbecue ham. Cheetos spinners. Bananen, puntpaprika's, ik heb hier van die trostemaatjes, appeltjes, mini zakjes met chips. Dit is ernstig misgegaan, het moest een grote pot saté zou zijn. Ik heb ik heb niet zo heel goed gekeken naar de hoeveelheid wat erin zit. Dus ja, zoals jullie zien, hij is heel schattig en knus in mijn hand. Maar niet groot genoeg voor de nasi, voor degene die allemaal de saté saus bij willen. Oh ja, puntpaprika's. Ik heb hier kipfilet. Chocolate chip cookies. Achar champoer. Dat is altijd wel heel lekker bij de nasi. Ik heb hier tukjes. Dit is de cream cheese en onion. Ik heb hier tuk met paprika smaak. Dit is echt een hele lekkere smaak dit. Nasi kruiden. Heksenkaas. En weer wat nieuws ontdekt. Bij Agnes, daar hadden ze van die Japanse blaadjes. Ik heb dat geproefd en dat is ontzettend lekker. Dat is, ja, als je als vervanger voor chips of wat dan ook iets lekkers te kanen wil hebben, dan is dit wel heel erg lekker. Het is een beetje zoutig. Popcorn, ja, achtig. Ja, ik kan de smaak niet heel goed omschrijven, maar het is heel erg lekker. Dus vandaar dat het er nu ook bij mijn boodschappen zit. En een pak met jong belegen kaasplakjes. En de volgende lading staat ook weer klaar. Ik heb hier mihoen rijstnoedels, basmati rijst, borrelnootjes pusta smaak, kroephoek met saté smaak, is voor lekker voor bij de nasi, met java smaak, ook voor bij de nasi. Was weer aanbieding van aardappelen, dus ik heb 2 zakken extra kruimige aardappelen en dan de grote variant. Dat vind ik altijd wel heel fijn met schillen als ze wat groter zijn. Ik heb hier 3 fusties en dan de mango smaak, een ontbijtkoekje, popcorn. Ik had eigenlijk de magnetron popcorn, maar die was er niet meer. Dus ze hebben het vervangen met een zak popcorn. Nou ja, moeten we die maar een keertje verdelen op de woensdag of de donderdag, zoals we dat tegenwoordig doen. Doritos chips, dit is de paprika smaak en ik heb hier een sweet chili smaak. Snackerjacks. Barbecue paprika smaak. En nog een tuk. En dat is bacon smaak. En dit is de laatste lading die klaar staat. Ik heb hier witte bolletjes. 4 halfjes fijn volkoren. Heartbreakers. Halfvolle koffiemelk van het Jumbo merk. 2 maal Coca-Cola. Een zoete witte wijn. Always. 2 maal de afbakbroodjes en dan deze vorm, een beetje de pistoletjesachtig, maar dan net even ietsje kleiner. Ik heb er ook 4 bruine van.
toiletpapier en kattenbak gediend. Ja, dat waren mijn boodschappen weer. Dit keer wat minder projectgezond, omdat er best veel recepten op stonden die de kinderen helemaal niet lekker vinden. En ik op een ander tijdstip mijn boodschappen binnenkreeg, waardoor ik een melding kreeg dat ik nog maar een half uurtje de tijd had om mijn boodschappen te wijzigen. En ik werk altijd volgens de methode, ik zorg dat ik voor 50 euro in mijn mandje heb, dat ik alvast kan bestellen. Een week van tevoren doe ik dat dan. En gaande de week wijzig ik mijn boodschappen, vul ik aan, maak ik het weekmenu en pas ik het aan. Maar ja, dat was dus nu even totaal anders, een heel ander schema. Waardoor we waren druk met de tuin bezig, kreeg een melding. U kunt nog tot 1 minuut voor 12, dat was zaterdagochtend, de boodschappen wijzigen. Terwijl ik had gedacht dat ik tot zondag nog had. Maar goed, ik moest dus heel snel een weekmenu maken en heel snel de boodschappen daarbij verzinnen. Dus het is niet heel veel geworden deze week. Ik laat jullie zien wat we gaan eten. Natuurlijk gaan we gewoon lekkere dingen eten. Maar ja, het moest even snel. Kijk maar mee wat we gaan eten. Ja, anders dan dat jullie gewend zijn, is dit even een korte versie van een weekmenu. Hier staat nasi op het programma. Ik kan jullie vertellen, want ik neem het nu later al op dan maandag. Dat naar de dinsdag is gegaan en dat de dinsdag naar de maandag is gegaan. Dus hier hadden we aardappelen, groente en vlees en hier hadden wij nasi. Er staat hier bladerdeeg met zalm en puntpaprika's. Dat is een project gezond. Een project gezond variant was dat. Maar hier hebben wij ook aardappelen, groente en vlees gegeten. We hebben witte bonen in tomatensaus gegeten. En vissticks voor de kinderen. En ik had zelf een gehakt schnitzel. Dus dat was ook wel heel erg lekker. Op donderdag heb ik samen met Agnes gegeten. En de kinderen van mij hebben pizza gegeten. Voor vanavond, want ik neem dit dus vrijdag op. Aardappelen, vlees en groenten. Dus ik heb nog zoveel in de vriezer liggen. Dat ik nog wel wat uit de groentelaar kan pakken. Waarschijnlijk een broccoli of een bloemkooltje of wat dan ook. Of ik ga dit recept maken. Dat kan ook nog. In het weekend, dat moet nog komen. Zaterdag gaan we met de tuin aan de slag, dus wordt het even simpel, worden het broodjes en wat soep. En de zondag, ik neem aan dat we dan nog niet klaar zijn met de tuin, patat en sla. Maar ik heb ook al te horen gekregen dat we uit eten gaan met mijn moeder, want die is jarig, dus dit komt waarschijnlijk te vervallen. Dus ja, het is even een improvisatieweek. Voor deze boodschappen was ik 162 euro kwijt en... Ja, ik had niet echt gratis dingen erbij. Even kijken. Nee, ik had geen gratis dingen erbij om uit te testen. Dus ja, dit waren de boodschappen. Ik dank je wel weer voor het kijken naar deze shoplog. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven mocht je hem leuk hebben gevonden. Abonneren, mocht je nog geen abonnee zijn van dit kanaal. Dat kan op de abonneerknop, is geheel gratis. En je krijgt een melding als je het belletje tenminste aanzet voor elke video die eraan gaat komen. Binnenkort gaan er wat meer video's online komen. Dus hou het in de gaten. Ik zie jullie weer in een nieuwe shoplog, vlog of een andere creatieve video. Doei doei! En een fijn weekend. Doei doei!